Wij hebben een nieuwe traditie! En wat doe je dan precies? We schreeuwen! Ja, elke woensdag om 10 uur 's avonds is het de laatste weken raak bij het studentencomplex aan de Stavangerweg. En het klinkt ongeveer zo. Initiatiefnemer Tom drukt ons op het hart dat hij graag ooit nog eens een vriendin wil. En daarom vervolgen we het interview op normale toon. Ik zag het op een video uit Zweden en ik dacht, ja, dat moeten wij ook gaan doen. En ik heb een oproep gedaan op Facebook in de groep waar we normaal eigenlijk gewoon kasten van 5 euro verkopen. En ja, er waren ongeveer 10 mensen enthousiast. En de week daarna waren dat er al 50. En het groeit nog steeds dus. Tom haalde zijn inspiratie dus uit Zweden. Daar wordt al vele jaren geschreeuwd. Het zou stressverlagend werken bij de tentamens. Hoewel er ook een verhaal de ronde doet dat een student wordt herdacht die in de jaren 70 zelfmoord pleegde. Hoe dan ook, op internet en bij de studenten slaat ook de Amsterdamse schreeuw aan. Ja, de schreeuw. Ja, ja, ja. Dat heb ik wel gemerkt. Was het heftig? Nou, ik vond het wel meevallen. Vorige week hadden ze het ook gedaan. En ja, ik vind het wel grappig dat ze het doen. I don't know, it's a nice little way to let other people know you're here, I guess. So it doesn't annoy you at all? No, it's 10 o'clock. It's not too late. Het streven is straks 1000 schreeuwende studenten. Ik hoop het wel. Maar misschien wel heel Amsterdam. Of de hele wereld.